Met Samantha Stalker aan de binnenkant, hotshot erop. Die heeft zich goed naar binnen gevormd. En Pieter Wit die heeft het kruid nog steeds te droog gehouden. En die kan misschien straks nog wel een aanval gaan plegen. Maar die Jumilla die gaat sterk hoor. Heel sterk met Hiltje Charles. Maar in dit moment definitief voorsprong genomen ten opzichte van de Leven Europort. Maar die paarden erachter, die hebben nog een kruid droog kunnen houden. En misschien kunnen ze Jumilla nog wel achterhalen. Jumilla heeft met haar krachten gesmeten. Maar dat lijkt Jumilla nog helemaal niks te deren. Jumilla en Hiltje Charles maar gaan afstand nemen van het veld. En daarachter zien we Leven Europort. Juliette gaat nu voor plek 2. Maar Jumilla gaat het helemaal alleen doen. Gaat nu de bocht door. En wat een mooie aankoop van Dennis Minema. Hij heeft dit paard gereden op Jouren. Hij denkt, dit paard wil ik hebben. Hij kocht hem van Kees Hetteling. En vandaag komt hij de eerste keer voor hem uit. En poopt hij een droomkoers. Jumilla en Hiltje Charlesma gaan helemaal alleen de laatste rechte lijn in. Geeft u straks een applaus. Er is enorme strijd voor plek 2. Met onder andere Juliette en Pieter Wit. En de binnenkant nog steeds meestrijdend. Nummer 5, Leven Europort. Maar het is de winnaar Jumilla, nummer 1. Close voor plek 2, dat lijkt de 10. Juliette voor de 8. Pieter Wit 1, 10, 8. Voorlopig gooit u geen tickets weg. En wat een heroïsche winnaars van koers 5. De Briggs & Stratton / administratiekantoor Visserprijs. Wat een heroïsche winnaars in de vijfde koers. Jumilla en Hiltje Charlesma. En het zal u niet verbazen dat er een toptijd uit de bus is gerold hier voor de drafbaan in Emmeloord. Jumilla ging rond in een tijd van 1:19.2. Dennis Minema, de eigenaar van Jumilla, krijgt de felicitaties. Het is een 6-jarige bruine merrie van Broadway Fortuna uit Caroline Transair. Gefokt door Kees Hetteling en eigendom dus van Dennis, trainer Bas Krebas en rijder Hiltje Charlesma. In de Briggs & Stratton administratiekantoor Visserprijs. De bloemen zijn van de orchideeënwinkel en de rozen van Brok of Rozen. Een prachtig plaatje met het team. Hiltje, gefeliciteerd. Wat een fantastische strijd. Ja, potverdorie. Ik heb het er even... Ja, ik ben zelf een beetje buiten adem, maar ja, ik wou... Ik wou op zich wel achter Yannick, maar dat paste niet. En ik denk, ja, ik wil dan liever voorbij Yannick, maar dat wou die niet. Ja, dat was een beetje... Nou ja, ze loopt perfect. Geweldige strijd. En waar andere paarden op een gegeven moment misschien wel de bruider aan geven na zo'n duel, nam je minder afstand. Ja, onbegrijpelijk dat ze zo goed doorgaat. Want ja, ik wou een beetje meer dan dat natuurlijk, maar ze maakte perfect af. Waanzinnige Hiltje. Laten we nog even kort bij met Dennis. Dennis, fantastische aankoop. Ja, ik had hem op Emmeloord, of op Jouren natuurlijk gereden en dat beviel heel goed. En Kees bood hem aan en ik denk, ja, die moet ik maar hebben. Die kans mocht je niet laten lopen. Had je ook gedacht dat ze zo goed zou zijn? Nee. Ik denk dit gaat niet meer lukken. Maar ja, ik had al tegen Hiltje gezegd, je op de stem rijdt is goed genoeg. En Hiltje zegt ook, ik praat alleen maar tegen haar en dat bleef gaan. Geweldig. Dames en heren, de eronde is bezig. Jumilla en Hiltje Charlesma, geef ze een applaus. Vlag gaat omhoog. En de starters gevallen. En deze tweede start is goed. De mispassen zijn er onder andere voor Godrich. En een bliksemstart is er voor paard nummer 2, Joep Zwageman. Maar aan de buitenkant is een van de outsiders ook goed vertrokken. Dat is Leven Europort met Yannick Mollema. Yannick Mollema neemt de leiding met Leven Europort. Nummer 3 galop. En daarachter ligt Chantal van Ooyen met Joep Zwageman. Vanuit het tweede spoor zien we Hiltje Charlesma met paard nummer 1, Jumilla. Een goede start ook vanuit het tweede band heeft gekend Erik van den Berg met Pieter Wit. En daarachter zit Jordi Grauwe. Buitenkant is voor Juliette. En daar hebben we het peloton afgesloten door Hotshot Rob en Linda Jonge-Jans Hamming. Kop is voor Leven Europort, maar Hiltje Charlesma, de twee gouden helmen die strijden om de leiding. En Yannick Mollema lijkt niet genegen om de leiding over te geven aan Jumilla.
Levi Rapport heeft de leiding en Jumila ligt er nog steeds naast. En Hilton Charles maar neemt nog geen genoegen met nee en drukt door aan de buitenkant. Levi Rapport nog steeds aan de leiding voor Jumila. Daarachter Joep Zwageman. Vierde paard ligt er netjes bij Pieter Wit. Buitenkant voor Samantha Stolker met Juliet. En daarachter zien we onder andere nog Jordi Grauw en Hotshot erop. Duel om de leiding gaat voort als de paarden de bocht doorkomen. En Jumila lijkt op het moment een kleine voorsprong te nemen ten opzichte van Levi Rapport. En Jumila moet echt de benen strekken hoor, om die leiding te nemen. En dat gaat op dit moment lukken. Jumila en Hilton Charlesma zijn er nog steeds niet voorbij. Jumila en Levi Rapport maken er een fantastisch schouwstel van. In koers 5 de Bricks and Stratton / administratiekantoor Visserprijs. De twee kampioenen van Nederland bij de amatrices en bij de amateurs. Ze geven elkaar geen haarbreed toe. En Levi Rapport heeft inmiddels in de stalterreinbocht weer een voorsprong te pakken ten opzichte van Jumila. En de paarden zijn inmiddels al in de laatste ronde. Laatste ronde. En Levi Rapport neemt weer kleine voorsprong. Topzichter van Jumila. En beide kampioenen die maken er een fantastische strijd van. Derde paard ligt op de achterkant. Juliette met Samantha Stolker aan de binnenkant. Hotshot erop. Die heeft zich goed naar binnen gevormd. En Pieter Wit die heeft het kruid nog steeds te droog gehouden. En die kan misschien straks nog wel een aanval gaan plegen. Maar die Jumila die gaat sterk hoor. Heel sterk met Hilton Charles. Maar in dit moment definitief voorsprong genomen ten opzichte van Levi Rapport. Maar die paarden erachter, die hebben nog een kruid droog kunnen houden en misschien kunnen ze Jumila nog wel achterhalen. Jumila heeft met haar krachten gesmeten, maar dat lijkt Jumila nog helemaal niks te deren. Jumila en Hilton Charlesma gaan afstand nemen van het veld en daarachter zien we Levi Rapport. Juliette gaat nu voor plek 2, maar Jumila gaat het helemaal alleen doen. Gaat nu de bocht door en wat een mooie aankoop van Dennis Minema. Hij heeft dit paard gereden op Jouden. Hij denkt, dit paard wil ik hebben. Hij kocht hem van Kees Hetteling en vandaag komt hij de eerste keer voor hem uit en poopt hij een droomkoers. Jumila en Hilton Charlesma gaan helemaal alleen de laatste rechte lijn in. Geeft u straks een applaus. Er is een enorme strijd voor plek 2. Met onder andere Juliette en Pieter Wit. En de binnenkant nog steeds meestrijdend. Nummer 5, Levi Rapport. Maar het is de winnaar Jumila, nummer 1. Close voor plek 2. Dat lijkt de 10. Juliette voor de 8. Pieter Wit 1-10-8 voorlopig. Gooit u geen tickets weg.